Opgave 47. Teken een driehoek ABC en teken in deze vloeiende parallelogrammen ABPC, ABCQ en ARBC. Ik begin met ABPC. Ik heb nu parallelogram ABPC gekregen. Nu de volgende, ABCQ. Een extra parallelogram ABCQ. Volgende parallelogram ARBC. Het laatste parallelogram ARBC. Omdat ik allemaal parallelogrammen heb getekend, zit ook heel veel evenwijdigheid in. Dus vergeet vooral niet om die evenwijdigheid aan te geven in je figuur. Want dat kan wel eens belangrijk zijn. Er wordt nu aan je gevraagd wat voor bijzondere lijnen in driehoek PQR zijn de hoogtelijnen van driehoek ABC. Teken de hoogtelijnen erin. Je zult merken, als je het heel netjes tekent, dat die ook weer door één punt gaan. Ik geef ook direct aan dat ze natuurlijk loodrecht staan. En wat voor bijzondere lijnen zijn er nou voor de grote driehoek? De hoogtelijn CF, die staat loodrecht op AB. Maar omdat AB evenwijdig is aan QP, staat hij ook loodrecht op QP. En is er dus een hoogtelijn van QP. BE staat loodrecht op AC. AC is evenwijdig aan RP, dus is het ook een hoogtelijn aan RP. Er zit ook een hoek van 90 graden. En laatste, AD, staat loodrecht op BC. BC is weer evenwijdig aan QR, dus is dit ook een hoogtelijn van QR. Dus de hoogtelijnen van driehoek ABC zijn ook de hoogtelijnen van driehoek PQR. Nou, daar gaan we het bewijs zo even netjes van opschrijven. Oké, ik heb de hoogtelijnen van driehoek ABC erin getekend. En nu is de vraag, welke bijzondere lijnen zijn dit nu voor de grote driehoek, de driehoek PQR? Als ik eerst eens kijk naar CF. CF die staat loodrecht op zijde AB. Hier ligt CF, staat loodrecht op zijde AB. Maar omdat zijde AB evenwijdig is aan QP, staat CF ook loodrecht op QP. Punt C ligt precies in het midden van QP. Dat stukje QC is even groot als het stukje AB en CP is ook even groot als AB. Dat betekent dus dat CF een middenloodlijn is van de driehoek. Nou, hetzelfde geldt voor de andere twee hoogtelijnen. Dat gaan we nog even netjes opschrijven. Oké. CF staat loodrecht op AB. PQ is evenwijdig aan AB vanwege het parallelogram. Daar volgt uit dat CF loodrecht staat op PQ. Omdat CQ gelijk is aan AB vanwege het parallelogram en CP gelijk is aan AB, volgt hieruit dat CQ gelijk is aan CP. En uit die twee volgt dat CF de middenloodlijn is van PQ. Nou, op dezelfde manier vind je het natuurlijk dat BE de middenloodlijn is. Lijn van PR en AD de middenloodlijn van QR. Hoe volgt hier eruit dat de drie hoogtelijnen van een driehoek door één punt gaan? Nou, de drie hoogtelijnen van driehoek ABC zijn de drie middenloodlijnen van de grote driehoek PQR. En de middenloodlijnen, daar hebben we al van aangetoond dat die door één punt gaan. Dus gaan die hoogtelijnen ook door één punt.